Het is zelfs zo dat voor mensen, zeker met overgewicht, elke half uur dat je te veel zit, scheelt 1 of 2 kilo in gewicht. Dus laten we zo zeggen dat jij 12 uur per dag zit in plaats van die 10, ja? En je gaat er 2 uur terugbrengen, dat scheelt op de weegschaal al een kilo of 8. Ja. Omdat je automatisch beweegt. Omdat je meer, ja, en dan is het al. Ja. Al sta je maar. Ja, en ook trappen nemen, hè, want je ziet het wel op tv, maar heeft meestal een koppeling aan een commercieel merk. Maar je moet inderdaad die trap pakken en niet die roltrap. En je moet inderdaad zeker ook de jeugd leren om niet dat scootertje te nemen als ze 16, maar lekker blijven fietsen. Ja. Dat is wel waar we nu het meeste in zitten. Ja. Het recreatief bewegen. En dan het echte sporten, dat je je uitslooft, echt helemaal tot je uiterste gaat. Want dat heeft het lichaam ook nodig. Ja, het is zo leuk om het allemaal. Deze keer zit ik aan een bijzondere tafel bij Gemmy en Jan Schelkes, de eigenaren van Tiga. Hallo. Hallo Josephine. Hallo. Kom jullie uit Boxtel, Jan? Nou, oorspronkelijk niet. Ik woon er nou al wel heel lang. Maar ik ben geboren in Heusden en heb daarna eigenlijk mijn jeugd, lagere school, middelbare school in Den Bosch doorgebracht. Okay. En via Gestel, Den Dunge, ben ik uiteindelijk in Boxtel beland. Ja, het is mooi zo'n cirkeltje voordat je hier terecht kwam. En jij, Gem? Ja, ook zo'n verhaal. Hè? We zijn natuurlijk toch al, zit ik te denken, 30 jaar in Boxtel. Dus eigenlijk het langst van ons leven. En ik ben opgegroeid in Breda. En maar ik ben wel een Bosschenaar. Dus mijn familie, alles is Den Bosch. En wij zijn toch op de een of andere manier in Boxtel geland. Ja, want hoe kom je nou in Boxtel terecht? Ja. Als Bosschenaar, naar een dorp. Jan en ik hadden allebei al wat bewegingslessen in Gestel en Den Dunge. Ik had een balletschool voordat ik hem kende. En om nou daar iets met fitness en met gezondheid te beginnen, dat vonden we toch wel klein allebei. En toen is het heel toevallig Boxtel geworden. Wij vonden het ook een heel leuk dorp. Was ook wel meteen een feeling van, dat voelt goed. Ja, want jullie hebben elkaar ook in deze business leren kennen, het fitnessen. Nou of ja, het verhaal. Want dat is ook wel leuk. Een apart verhaal natuurlijk. Ja. Vertel. In die tijd heel leuk was ik nog tennisleraar eigenlijk. Heel klassiek verhaal. Ja, ook gymnastiekleraar, maar tennis, dat deed je dan. Ja, want jij bent eigenlijk gymnastiekleraar. Eigenlijk gymnastiekleraar. En ik gaf tennisles in het mooie Den Dunge. En daar kwam zo'n danseresje op les bij mij eigenlijk. Ach, wel leuk. En zo is het gekomen en ik weer op dansles. En, dus jullie hebben elkaar een beetje aangestoken eigenlijk. Ja. Want jij was eigenlijk een danseres. Jouw opleiding was. Ja, ik ben danseres. We hebben ook altijd in Boxtel ook fitness en dans en ballet. Ja. Dus echt een andere combinatie landelijk gezien. Sommigen hebben judo erbij, maar ballet zie je niet veel hoor. Wel street dance. Ja. Maar dat was wel heel grappig, want die vrouw in mijn les, toen gaf ik al les, voordat ik hem kende, die zei dan, ga nou eens tennissen. Zo hè, dat is echt wat voor jou en je bent alleen maar met dans bezig en je leuke tennisleraar ook nog, hè, zeiden ze zo. Ik denk, nou, ik zal ze hebben, volgens mij ben ik er best goed en ik ga lekker even tennissen. Ja. Dus, er zat een aantal goede poses op de tennisbaan hoor, artistieke dans. Ze maakt er een show van. Ja, leuk. Ja, ja. Maar je bent er nooit meer verder met tennissen. Wij tennissen nu weer. Och. 25 jaar geen tijd gehad, zeggen we dan allebei. Ja. En nu in Liemt wonen we tegenover de tennis. Oh, dat is wel helemaal leuk, ja. Dus, verleer je dat, tennissen? Nou, de balvastheid wel, maar gewoon de slagen en dat hou je allemaal vast. Ja, dan heb je weer gauw genoeg. Je wordt iets langzamer, hè? Langzamer op de baan. Sprintjes die gaan iets minder snel. Ja, maar ja, dat mag ook, hè? Ja, toch? Dat kan zeker. Maar jullie zijn toen naar Boxtel gekomen? Ja, de Baroniestraat. En toen heette het al TIGA? Centrum voor Dans, Beweging en Lichaamsbeheersing. Ja. Want alles in die branche was heel ordinair, als ik het zo mag zeggen. Het was allemaal power en action en spierballen. Het was meer bodybuilding. Het was niet fitness, hè? Ja, fitness kwam eigenlijk toen wij bezig waren. Hè, als je voor kan stellen, wij in de Baroniestraat en heel veel Boxtelaren weten dat,
hadden wij wat ijzer staan, om het zo te zeggen. We hadden een balletzaal en een zaal met wat ijzer. En Jan gaf allemaal lesjes. En dan deed hij zo de hartslag opmeten, want dat zat allemaal niet op een toestel natuurlijk. Nee, dat was het niet. Een loopband was er niet. Dus je begon met iets. Je wilde de mensen al wel een beetje met gezondheid in aanmerking, hè, laten voelen. Ja, want van hoe lang geleden praat je nou? 30 jaar geleden? 32 jaar geleden. Dat was ook een hele andere tijd. Hè? Toen begon dat een beetje te komen. Hè? En wat ja, precies. In die tijd begon, dat was heel vaak dat de combinatie was uit de vechtsport. Dus boksen, judo, karate. Ja. En dat samen met fitness. Ja. En de combinatie dans en fitness, ja, dat werd eigenlijk nooit gemaakt. Ja. En nu nog is die wel vrij zeldzaam hoor, dat je in één ruimte klassiek ballet en fitness hebt. Ja, waarom is dat zo zeldzaam? Omdat het twee uitersten zijn. Ja. Echt twee uitersten. Ja, het zijn natuurlijk geen uitersten, allemaal lichaamsbeheersing, maar ja, het is toch niet zo gebruikelijk. Want waren jullie toen al getrouwd? Nou, we zijn eerst die gaan begonnen. Okay. En een half jaar later getrouwd. Ja. Heel grappig. Ja, leuk. Ja, maar als je dus zo'n centrum begint, ja, dan ben je dus, zeg maar als het ware, ook meteen getrouwd, hè? Je hebt zakelijk zoveel gemeen, je doet alles privé en zakelijk. Ja. En als dat goed gaat, dan, dan kun je ook wel. Ja, dan ben je al een heel eind. Je moet wel een bepaalde taak hebben, denk ik, hè? Als je met zoiets begint. Ja, je groeit er ook in, denk ik wel, maar je had natuurlijk wel, jij deed dat. Ja, wij begonnen zonder enig management inzicht. Wij hadden gewoon een passie voor bewegen. Ja. En die wilden we uitdragen en daar waren we mee bezig. Het ging helemaal niet om de verdiensten, natuurlijk was je daarmee bezig, maar niet om zoveel mogelijk te verdienen of wat dan ook. Nee. Je wilde iets leuks doen en vooral ook, wij wilden elkaar zien. Want als gymleraar werk je overdag en als danslerares werk je altijd 's avonds. Ja. Dus om die levens samen te brengen, was dit wel een hele goede oplossing. Ja, het is toch wel eventjes spannend geweest, want dan was het natuurlijk ook jullie enigste inkomen. Ja. Mm-hmm. Want je hebt je baan opgezegd en alles. En, het tennis. Nee, dat was ook zo. En mijn balletschool ging er ook aan, omdat je toch veel in Boksel was. Ja. He, dus veel kinderen kwamen wel naar Boksel toe, maar hoe lang gaan ze dat doen? En blijven ze dat doen? Ja. Dus dat was best wel. En dan begin je trouwen, kindertjes. Ja, en, want toen jullie begonnen, zaten er toen meer jeugd. Er zat toen eigenlijk meer jeugd, hè? Ja. Tenminste, kan ik me nog herinneren. In het sportcentrum, zie je van alles. Dus alle leeftijden. Wij waren 27. Toen we begonnen, denk ik nog niet eens ik. En die leeftijd en jonger wilden bij ons sporten. Ja. En op een gegeven moment zijn die 37 allemaal. En komen er weer kindertjes bij. Dus dat is... Ja. En nu hebben wij heel veel 60-plussers. Ja, want die door de jaren heen richting die 60 eigenlijk met ons meegegroeid, publiek. Ja, dat is heel leuk. En natuurlijk... als de ene 60 of 50 is, die zeggen tegen vrienden en vriendinnen, nou is die grens en die drempel is minder hoog. Minder hoog, zeker. Want jullie hebben daarna jullie kinderen gekregen. Ja. Hoeveel kinderen hebben jullie? Drie. En die gingen ook allemaal tussen de bedrijven door. Ja, waar woonden jullie toen? Toen we één kind hadden, woonden we nog in Sint-Michielsgestel. Ik sleepte Stefanie, de oudste, gewoon mee. Er was allemaal niks voor geregeld toen ik zei. Mijn ouders en zo ook niet. Dat deed. Dus die zat ook heel lief in een lesje gewoon op een matje bij mij mee te deinen. En toen begonnen we met een tweede kind. Nee, dat was een heel leuk verhaal. Wij zaten dus in de Baroniestraat. Maar dat pand, daar groeiden we uit. En het was nog helemaal geen fitnessbranche zoals iedereen het nu kent. Zagen wij dit gebouw met een bordje te koop erop. Ja, dat was vroeger de Ark, hè? Was de Ark, en dat is het voor ons nog. Was Goossensmeubelen. Maar, en heel vroeger was dit een bioscoop. Was het een bioscoop en ook balletlesjes hier en een parochia. Maar goed, dat gebouw trok mij aan en toen zegt Jan, ja maar Gem, onze branche, daar heeft helemaal niet zo'n groot gebouw nodig. Nee, maar het heeft wel cachet. Ik was zwanger van Matthijs, hebben wij dit gekocht van Goossensmeubelen. En achteraf de beste set die we gedaan hebben. Ja. Waarom? Wij wilden alles wat er maar in bewegen was hier de mensen mee laten maken. Weet je? Calinetics kwam. Nou, dat hadden wij meteen. En je had de ruimte natuurlijk. Squashbaan. Want je kon alle kanten. In het begin hadden we overal staan ruimte omstemd op de tekeningen, want we wisten eigenlijk niet. Nee. Verhuren. En een half jaar later was alles eigenlijk in gebruik. Ja, want ik kan me ook nog herinneren dat jullie hierachter gewoond hebben. Ja. Ja, we hebben hier gewoond. Zo'n mooie deuren met privé. Maar waar we nu zitten was eigenlijk dit was eerst allereerst onze slaapkamer. Waar wij nu zitten. Oké, Dit was de binnenkamer en dit was een slaapkamer. Het café voor was onze woonkamer, dat was ook dicht.
En de mensen gingen eigenlijk tussen ons huis door, tussen de slaap. Ja, er kwamen mensen binnen. Ja. Toen zijn we later verder naar achter gaan wonen. Ja, dat kan ik me nog herinneren. Ja. En toen hiernaast. En nu in het... Want hoe lang hebben jullie hierachter nog gewoond? 10 jaar hierachter. Toch nog 10 jaar. Ja. En toen jullie hier weggingen, wat is daar toen voor in de plaats gekomen, daarachter? Ja, daar kwam dan weer een nieuwe fitnessruimte. Oh ja, natuurlijk. Ja. En toen waren de kinderen ook begonnen met de middelbare school en meer aandacht nodig. Dus die werden veel te veel gestoord. Het was natuurlijk allemaal een heel leuk leven, want alle vriendinnetjes kwamen hier al spelen. Ja. En vriendjes hele klasse, want wij hadden allemaal zalen, weet je wel. Wij hadden daar ook geen last van. Nee. Waar zijn we allemaal gaan kijken naar huizen? In Bokstel? Ja, op Oostveel, hè? Oost, ja. Dommel. Maar kwam dit ook toevallig vrij, dit huis? Ja, toen zei mijn buurman op een gegeven moment. Toevallig vrij, ja. Ruud, die ging een keer Ruud over de schutting, hing die en zei, ja, ik hoor dat je op zoek bent naar een nieuw huis, maar wil je dit huis niet kopen? Ja. En zodoende gingen wij kijken. Dacht eerst, het ziet er niet van buitenaf niet zo groot, hè, dat je 3 kinderen en zo alles kunt herbergen, maar er waren zelfs 4 slaapkamers boven. Het was, hartstikke groot, leuk huisje. Ja, leuk. En toen hebben we het opgepimpt helemaal en toen zijn we daar gaan wonen. En daar had Ruud ook al een end gedaan. We hebben er niet zoveel aan gedaan. En een tuin erbij. En kinderen helemaal gelukkig. Want hoe oud zijn jullie kinderen nou? Die zijn nou 30, 27 en 23 bijna. Ja, goh. Ja. Maar ja, die wonen voort. Waar wonen overal, ze? Overal, hè? Dublin, Amsterdam. Oh, ja. En Barcelona misschien binnenkort. Ja, Barcelona weer. Ja, ja, leuk hoor. Ja. Dat is heel leuk. Maar dat merken wij ook als ze terug zijn, bijvoorbeeld met feestdagen. Dit is ook een ontmoetingsplaats geworden. Hè? Ja, die zijn hier ook opgegroeid. Ja. Kinderen en vriendjes zien ze hier weer sporten. Ja. En het sportcentrum is ook het hebben van sociale contacten. Ja. Want daarvoor komen mensen hier. We hebben een bar, je hebt veel interactie. Dus het ontmoeten van mensen is ook wel jullie ding. Ja, maar dat zit hier ook al in het werk. Ja. En ja, dus soms zien we het niet eens meer als werk gewoon. Nee. Het is gewoon een hobby die ja, en een grote familie. Je kent mensen die al jaren bij jullie komen. Mensen. Maar het lijkt me wel moeilijk om het te combineren, net zoals met jullie huwelijk of met jullie gezin. Want het zit allemaal wel verweven in elkaar. Ja, maar we hebben wel ieder onze eigen afdeling. Ja, want hoe doen jullie dat? Hebben jullie allebei nou voort wel allemaal een eigen taak? Ja, maar dan hadden we, doordat ik de dans had en voorstellingen en optredens in het dorp. Hij had veel meer de scholen met gymlesjes en hier al die fitnessclubjes. Ja. We hadden allemaal 35 fit. En toen werd het 45 fit. En de vrouwen ook groepjes buiten met powerwalken door het dorp heen. En we hebben eigenlijk alles gehad, maar dat was echt zijn afdeling. Ja. Onderhoud van een pand of onderhoud. Die dingen. Ja, dat is meer jouw ding eigenlijk. Ja. Om dat te organiseren. Om mezelf te onderhouden, gelukkig. Nee, maar dat is ook nog geweest natuurlijk in het begin. Ja, in het begin deed alles zelf geschilderd. Ik heb de aarde 2 keer helemaal zelf geschilderd. Gelukkig toch. Op de stijger. Ook wel veel dingen zelf. 11 meter hoog op de ladder. Ja, en het mooie is, je doet het allemaal, hè? Want je kunt erop bezuinigen, je bent gedreven en jong. Dus dan kan je daar doen. Ja, dat is inderdaad, dat scheelt natuurlijk ook, hè, dat je jonger bent. Ja, want dan ben je ook nog... Zijn jong. Ja. Anders jong. We zijn anders jong. Maar dan merk je wel, als je dan met iets begint, dat het dan... Een kopje of thee? Nou, lekker. Dat is een goed idee. Een kopje thee graag. Voor mij ook een thee. En een cappuccinootje. Nou, wat het leuke is, doordat hij zijn eigen afdeling had en ik meer in het dorp aanwezig, leuke dingetjes bedenken, entertainen. He, allemaal die dingen. Die kinderen moeten echt geëntertaind worden in de les, anders houden ze het niet 10 jaar vol. Nee. Dus het was allemaal leuk en optredetjes en we deden overal aan mee. En zeker vroeger toen ik alle lessen zelf gaf, want die gaf ik allemaal zelf. Ja. 20 uur of zo, hè. Dan hadden wij s'avonds toch, want de avonden gaven we ook nog les, wel veel te vertellen. Ja. Dus je had toch wel een baan en een baan. Ja. Wij kwamen elkaar hier niet zoveel tegen. Nee. En nog niet. Nee. Echt niet. Nee, maar het is wel jullie ding, hè. En je hebt dezelfde passie, daar gaat het uiteindelijk om, toch? Ja, eigenlijk wel. Ja. Echt. Je zit met je neus dezelfde richting in. Ja. En dan is het goed, hè? Ja. Als er één van de twee geen zin meer heeft. Echt samen doen is het maken van ideeën. Ja. Naar beurzen toe gaan. Ja. Of brainstormen. Wat zullen we nou weer eens beginnen? Vernieuwen. En wat is er weer in de branche? Ja. Dat is gewoon ook een heel werk om er allemaal bij te houden. Dat er telkens weer nieuw in de branche is. Ja. 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 Ja, want jullie zijn ondertussen verhuisd. Jullie wonen nou voor in Liemde. Ja, in Liemde. Ja. En was het ook een bewuste keuze?
Nou nee, het was is... toch meer van niet te dichterbij wonen, want dan ben je altijd aan het werk, hè? Ja. Dat jij dat ook wel zult weten. Ja, na 25 jaar erin en ernaast wilden we eigenlijk wel een afstand, dat je, we zijn er in 5 minuten hier als het moet. Ja. Maar als je thuis bent, ben je in principe thuis. Ja, het klinkt dus ook nog wel Boxton, hè? Dat is niet met ieder dorp zo. Nee, en je hebt daar ook de rust om eventjes gewoon... Ja, maar dat is nu ook echt nodig. Dat is heel leuk. Toen je samen begon, was dat toch wel heel bijzonder en romantisch eigenlijk. Ja. En dan krijg je een kindje en Jan deed fitness en ik deed de dans. Ja. Ja. En ineens hadden we iemand nodig die bijvoorbeeld de crash deed. Ja. Hè? Of de horeca, wat Neeltje nu doet. Ja. Ja. Zo had je iedere keer wel met... En dan zei er iemand uit mijn les, oh Gem, dat doe ik wel even. Ja. Maar ja, na een half jaar moest ik daar toch iets anders voor bedenken. Ja. Hè? Wij waren geen vrijwilligersbedrijf. Nee. Steeds professioneler. Hè, ja, en ook sneller, denk ik. Ja. Hè? Ja. Vroeger kon je zeggen, we gaan aerobica doen. Ja. En het was jaren aerobica. Ja. En nu zie je aerobica en er is weer iets anders. Klopt. En weer iets anders. Ja. Met allerlei vreselijke, moeilijke namen. Nee, maar dat klopt. Hè? Oh, dan komt er weer iets met elastieke banden. Dan weer van die X-Go met zand erin. Maar dat vinden ze toch allemaal maar heel even leuk. Ja. Hè? Oh, gaan we nou weer iets anders doen, Gem? De eigen motivatie is te laag dan eigenlijk. Dan te laag. Eigenlijk wel. Ja. Het lijkt me ook wel dat mensen het steeds drukker hebben. Hè? Ze zijn verplicht voor het omwerken, om meer te gaan werken, want alles kost duur. Hè? Mensen die nog een baan hebben, die zijn blij dat ze de baan kunnen houden. Klopt. Dus het merken jullie niet het verschil dat daardoor het sporten iets minder wordt of dat mensen zeggen, ik doe gauw even iets tussendoor? Ja, ja, natuurlijk. We hebben daar ook op ingespeeld met een nieuwe formule hier. Ja. De Milan-cirkel, daar heb ik gehoord, kun je heel effectief trainen in korte tijd. Je moet het eigenlijk een beetje vergelijken met een auto en dadelijk de nieuwe Google zelfrijdende auto. Je wordt helemaal gestuurd door het systeem. Je moet wel hard trainen, het is geen Telcel-reclame. Je moet je best doen, maar alles staat wel ingesteld op je. Dus je doet je pasje in het toestel en alles gaat automatisch en bespaart heel veel tijd. Ja, en je moet doortrainen. Ja. Je kunt niet gaan zitten en even kijken, is er nog een appje binnengekomen of wat dan ook. Nee, je moet door eigenlijk. En niemand kan je ophouden. Twee rondjes en een half uur. Ja. Ja, dat is leuk. En dan heb je toch alles gehaald natuurlijk. Ja, en heel veel mensen eigenlijk, misschien wel 90%, weet niet goed hoe ze moeten trainen. Eigenlijk wil ze van A tot Z begeleid worden. Ja. Continu moet ze het handje vasthouden. En dat gebeurt bij jullie wel. En dat gebeurt nu in die Middels. Ja. 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 Is het nou niet voor jullie, jullie worden ook ouder, vermoeiend om constant weer up-to-date te blijven, alles bij te kunnen houden, maar ook weer iets nieuws tegenkomen dat je denkt, ja, dat lijkt me wel iets. Mm-hmm. Dat een van twee zegt, oh nee, zullen we dat... Nee, dat hebben we nooit. Nee? En dat is eigenlijk ook het leukste van ons beroep, dat we steeds meer tijd hebben om ons daarmee bezig te houden. Ja. Vroeger stonden wij op de werkvloer, zagen we eigenlijk wat minder dat er gebeurde, maar er gebeurde ook minder, dus dat was minder erg, maar als je nou weer ziet, we zijn op een grote conventie in Wenen geweest, wat ontwikkelingen zijn, softwarematig in die nieuwe systemen. De nieuwste bewegingstrackers, die kunnen ook je training en je hartslag en alles meten, ook je slaap. Dat is al bekend, maar deze kunnen dus ook de echte training bijhouden. En als mensen die een week aangehouden hebben, want veel mensen willen afvallen en zeggen, ja, maar ik beweeg overdag wel genoeg en zo, en ik slaap weet ik veel. Maar dan wordt alles bijgehouden. Een week lang kunnen ze zien van, nou, jij maakt vandaag maar 3000 passen en helemaal geen 10.000. En ze denken allemaal dat ze veel doen. Maar ze doen het denk ik niet. Jij slaapt veel te weinig. Als je te weinig slaapt, dan eet je waarschijnlijk wel meer. Maar zo kun je dus wat dingen eruit halen uit de lifestyle om echt die mensen verder te coachen. Ja. Het is een beetje bewuster in het leven gaan staan. Hè? Dus wat je doet, wat je in je mond neemt en zo. Ja, mensen zijn bewuster bezig met, ze willen toch gezond ouder worden. En dat vinden wij zo'n uitdaging. Daarom blijft het zo leuk. Ja. En dat was vroeger niet, hè? Nee. Toen waren ze daar niet mee bezig. Nee. Dan maar toen ging je voor de fun. Voor de fun. Voor de fun. En nou zit er wel jammer. Een andere laag achter, hè? Dat is wel jammer. Die verandering heb ik wel een tijd heel jammer gevonden. Ja? Ik ben natuurlijk een danser. Ja. En iedereen werd blij van dansen. Ga zet maar gezellige muziek op. Daarom is Zumba ook weer terug. Oh ja? Zumba geeft weer die gezellige sfeer, dat dansen, dat ritmische, en toch heel fanatiek, waardoor het ook echt een workout is. Maar er was wel even een tijd dat ik dacht, goh, vroeger kwam iedereen, leuk, we gaan een uurtje lekker dansen. En nou is het, ik moet weer een uur bewegen. Dus zie je wel,
hoe groot de verandering daar voor ons ook was. Van, hoe kunnen we dat, ik moet bewegen nou, leuk maken. Leuk maken. Maar dan wat ik me nou ook afvraag, wat ik nou ook nieuwsgierig, jullie zijn allebei super slank en natuurlijk heel gedreven. Houden jullie jezelf ook aan al jullie regels? Gaan jullie iedere dag, sporten jullie iedere dag? Misschien een paar keer in de week? Ja, 2-3 keer in de week krachttraining en 2 keer in de week zeker conditioneel flink bewegen. Dus jullie dan al 5 keer in de week sporten? Ja, kun je combineren. Maar minimaal 3 keer. 3 keer, ja. En daarbij dus voldoende dagelijkse je stappen maken eigenlijk. Dus zit jij, zit in het nieuwe roken, zit je meer dan 10 uur op een dag, dan is dat gewoon slecht voor je gezondheid. Net waarom? Roken. Omdat je niet beweegt dan? Je moet het eigenlijk zo zien, als je zit, dan wordt jouw lichaam vrijwel niet belast. Je kunt het zien als een ruimtevaarder in de ruimte. Op het moment dat hij een maand in de ruimte heeft gezeten, is er niks meer over van zijn lichaam. Nee. Dat weet je ook. Hij moet ontzettend veel moeite doen. Alles devalueert, zeg maar. En dit is het zitten eigenlijk ook. Okay, dus je rugspieren, je organen, alles krijgt uit. Dat is dat het zo'n impact had. Het is zelfs zo dat voor mensen, zeker met overgewicht, elke half uur dat je te veel zit, scheelt 1 of 2 kilo in gewicht. Dus laten we zo zeggen dat jij 12 uur per dag zit in plaats van die 10. Ja? En je gaat dat 2 uur terugbrengen. Dat scheelt op de weegschaal al een kilo of 8. Ja. Omdat je automatisch beweegt. Omdat je meer, en dan is het En ook trappen nemen, want je ziet het wel op tv, maar heeft meestal een koppeling aan een commercieel merk. Maar je moet inderdaad die trap pakken en niet die roltrap. En je moet inderdaad zeker ook de jeugd leren om niet dat scootertje te nemen als ze 16, maar lekker blijven fietsen. Ja. Dat is wel waar we nu het meeste in zitten. Ja. Het recreatief bewegen en dan het echte sporten dat je je uitslooft, echt helemaal tot je uiterste gaat. Want dat heeft het lichaam ook nodig. Ja, het is zo leuk om het allemaal Je ziet wel een verandering. Ik bedoel, ik woon nog bij de Dommel. Je hoeft er maar naar te kijken, je ziet wandelaars. Ja. Mensen met een hond of mensen, vrouwen onder elkaar, stelletjes onder elkaar. Dat is die basisbeweging. Ik moet zeggen dat wel een hoop mensen vergeten dat het lichaam ook iets zwaarder belast moet worden. Iets actiever. Zou je dan ook wat sneller kunnen gaan wandelen? Want dan zijn er voor die spieren alweer beginnende. Dat klinkt technisch, een hartslag van minimaal 80% van je maximum. Toch nog? 80. Oh nee. Ja, maar dat is eigenlijk een soort interval. En als je 50 bent. En dan ga je even een stukje rennen. Het ligt natuurlijk een beetje aan je leeftijd. Ja, of een beetje versnellen in ieder geval natuurlijk. Ja, maar dat rennen heeft ook toevallig. Laatst mee waar mensen ook zeggen: als je het nog kunt, achter je kleinkinderen aanrennen, even die doelgroep. Ja. Dat is heel goed. Maar dan moet je wel blijven trainen. Ja. Dus je moet niet gaan wandelen dan met die kleinkinderen, maar er af en toe achteraan gaan. Dat is een soort interval. Ja. Dat is ook een doelgroep die dat heel belangrijk vindt, dat ze dat weer kunnen. Want dat vonden ze als 50er niet zo belangrijk, eind 40. Ja. Maar nou met 60, maar ik wil toch tot mijn 80 ook nog wel in beweging zijn. En dat is eigenlijk wat wij de hele dag doen. Vaak neemt in de loop van je leven ook je spiermassa af, omdat je gewoon... je tilt minder, we klimmen echt niet meer in bomen of zo, dus krachttraining doe je niet. In verhouding, je doet ook iets minder. Ja, en je doet ook iets minder. En je verbranding gaat omlaag, maar we hebben heel veel makkelijke calorieën die overal op de loer liggen. En die heel groot in aantal zijn. Een koekje is al meer calorieën dan de meeste mensen wegwandelen op een dag. Ja. Wat is nou de grootste boosdoener? Zijn dat de koolhydraten? Want ik hoor wel eens van mensen zeggen, je moet opletten met brood of je moet opletten met dit. Het zijn wel de makkelijke calorieën. Ja. Dus die je overdag... Wij makkelijk hebben even gaan wegstopt. Nooit meer honger. Hè? We kunnen een chocolaatje, een koekje. En veel mensen zien bijvoorbeeld als tussendoortje een broodje hamburger, wat wel 500 calorieën kan zijn. Zien ze niet als hun maaltijd, maar dat doen ze nog even tussendoor. Want het is op zich niet zo heel slecht om dat te pakken. Nee. Maar dan is het wel je maaltijd. Ja. En dan doen we groenten bij en dan is het... Ja, het zijn meer tussendoortjes. Maar wat wel belangrijk is... is om mensen denken dan, we mogen geen brood meer. Maar dat is niet waar. Nee. Je moet de balans vinden. Ja. Het zijn geen 8 boterhammen meenemen omdat je op de bouw werkt. Want dat zijn allemaal snelle koolhydraten. Dus die boterham die is al heel snel weg. Dus dat moeten mensen eigenlijk wel leren. Wat is nou gezond eten? En daar komt gewoon iedere week een boek over uit. Het is wel een hype natuurlijk. Maar het is wel wat ik merk heel erg. En mensen weten het niet meer. Nee. Gem, ik doe al 6 maanden geen brood meer. Goed hè?
Ja. Zo helemaal geen brood meer. Maar je kan wel gewoon, hè, je wisselt het af. Je neemt een keer havermout, hoef je niet iedere dag te doen. Nee. En stel dat jij er niet van houdt, dan zoek pak je iets anders. Ja. Maar we ja. moeten weer afwisselen. Maar jullie zijn geen Bourgondische mensen? Ja, ook. Maar dat is, ja, hè, ik bedoel... je hebt Bourgondische mensen die zo zijn, maar je hebt ook mensen die kunnen genieten. Die zeggen, ik werk hard en ik pak lekker een glas wijn. Ja. En ik zet iets lekkers op tafel, wat olijven of desnoods van chips. Een glaasje wijn of zo wel. Ja, maar dat wel zou bewuster het... wat je je maar niet kaarsjes, worstjes en noem maar wat allemaal. Nee, erbij. Maar wel olijven en een beetje chips is een beetje niet erg. Ligt meer olijven aan olijven is natuurlijk heel gezond. Noten, hartstikke goed. Ja. Hè? Maar, wat ik wel heel goed boek vind van, hoe heet hij, Ronald? Ralf Moorman. Ralf Moorman, die van de hormoonfactor ook is. Kijk, hij heeft gewoon een boodschappenboekje voor mensen. En jij wil pindakaas, dan zet hij erin welke pindakaas dan het beste is. En hoe heet die man? Ralf Moorman. Boodschappencoach, oké. Okay. Nou, en hij leert gewoon dat je daar je balans in vindt. Tuurlijk, wij Brabanders zijn normaal Bourgondisch. Ga lekker eten met jou een flesje wijn erbij. Maar je moet de rest van de week ook wel eens een beetje balansen. Ja, ja. Je hebt een zwaar weekend gehad met feestjes en dit en dat. Helemaal mag je ook best wel een beetje opletten. Ja. Ik bedoel, een bitterballetje is niet erg, maar 10 wel. Ja. Snap je? Ja. En dat vind ik wel jammer. Ja. Dat sommigen dan maar zo doorgaan. Ja. Onbewust, hè? Ja. Ja. Dan moet je ze leren en dan zeg je gewoon op maandag... Oké, nou hebben we lekker gehad en het was leuk, maar nou hebben we vandaag even een balans. Ja. Het is dus de bedoeling dat mensen ook eens bewuster gaan eten en af en toe gaan balansen. Je hebt het 5-2 dieet, ik weet niet of je herkent. Het 5-2 dieet. 5-2 dieet. Dat is ook wel het vaste dieet en dat is erop gebaseerd dat je 2 dagen in de week je lichaam een beetje reset, zeg maar. En de andere 5 dagen kun je bij wijze van spreken alles eten wat je wil. Op een gezonde manier. En in die 2 dagen eet je eigenlijk vrijwel geen koolhydraten en alleen ontbijt en avondeten. Oh, dat is, vertel, dat lijkt me wel leuk. Dus je pakt 's morgens lekker iets, maar ook wel gezond. Weinig koolhydraten. Oh, dus je kunt bijvoorbeeld... Met fruit? Ja, of een gekookt eitje met een beetje gerookte zalm zou ook nog kunnen. Oh, ja. Dat kan allemaal. Eiwit. Liefst eiwitrijk, omdat dat de honger beter stilt. Ja. En dan ga je lichaam 12 uur lang ongeveer resetten, want je eet helemaal niets meer. En alleen drinken? Dat kunnen wij heel makkelijk, alleen drinken. En dan... Dat is dus geen komkommer, geen stukje tomaat, geen... Nee, eigenlijk niets. Chocola. Maar als je het dan niet houdt, dan neem je een stukje komkommer. Alleen die dan. En dan eet je avondeten en mag ook gewoon kip met 4 ons groente, wat mij betreft. En weer geen koolhydraten. Dus geen aardappelen, laat je allemaal... Nee, nauwelijks koolhydraten. En dat doen jullie sowieso 2 dagen in de week, of niet? Nee, wij doen dat niet zo. Nee, want jullie zijn op gewicht. We hebben dat wel lang gedaan. Ja. We zitten ook wel eens een beetje te mixen en zo. Maar mensen zijn vaak bang dat ze duizelig worden of wat dan ook als ze geen eten hebben. Dat is echt niet waar. Nee, iedereen heeft voorraad genoeg in zijn lijf voor ik weet niet hoeveel dagen. En het probleem is dat we altijd... eten kunnen pakken als ze willen. En veel mensen doen dat ook de hele dag toe. Ja. En denken, ja, maar ik eet dan gewoon gezond, hoe kan ik nou aankomen? Ja. Want ze pakken eigenlijk wel continu tussendoortjes. En door dat 2 dagen te resetten, heb je gewoon dat je discipline leert in je eten. Ja, dat snap ik. Ja. Mensen denken meer. En je systeem gaat denken, ik moet dus wat economischer worden, want ik krijg niet altijd eten van mijn baasje. Ik moet gewoon zorgen dat mijn lichaamsprocessen verbeteren. En zo zijn wij ook opgegroeid als mens. Want 100 jaar geleden waren we blij als we maar 1 keer per dag eten kregen. Dat we iets konden vinden. Ja. Of we. Maar we weten het niet. Maar daar hoef je geen oerbewoner voor te zijn. Nee, echt gewoon. Sommigen zijn gaan wel te ver terug. Hè, met de tijden waar mensen maar nauwelijks 1 keer per dag eten hadden. Wij moeten op eten letten. Soms zegt iemand, op eten moet je niet letten. Dat gaat vanzelf. Daar word je ook maar zo'n sikkeneurig van. Ja. Maar dat moet, want er zitten zoveel verborgen calorieën in ons eten. Dat als wij niet opletten. Andere rommel natuurlijk. Ja. Ja. Weet wat ik wel vind, maar dat is mijn ding. Ik zie wel mensen die altijd super slank zijn, ooit tegen het magere aan. En dan vind ik wel eens, als je oud wordt, dat je er een beetje tanig uit gaat zien. Ja, ja. En dan denk ik, meid of jongen, zorg dat 5 kilo erbij komt, dan ben je wel wat voller. Ja. Ja. Maar dan ben je wel mooier om te zien. Hè? Ja, als je ouder bent, zeker. En als je dus zegt levensrisico's, als je 1,5 kilo tussen haakjes overwicht hebt,
dan ben je wat dat betreft niet ongezonder of zo. Nee, maar het ligt wel waar het zit. Hè? Dus als het allemaal rond hier zit, hè? Mensen met een appelfiguur, is dat natuurlijk ongezonder als iemand die het aan de bil of aan de benen heeft zitten. Zoals je buik omtrekt, zou je moeten meten. Ja? En is twee keer de buikomtrek meer dan je lengte? Dus stel je wacht even, want ik wil twee alles keer onthouden. Om je buik. Alles onthouden. Twee keer de buik omtrek. Meer stel dan dat je meter is. Meter als mijn lengte, en, ja. Dus twee keer een meter is 2 meter. En je bent zelf 1,80, dan is het behoorlijk beter op de risicogroep. Oké, en dus niet de taille, maar de buik, hè? Die ziet slager, hè? Want ik ga straks kijken als ik thuis kom. Oké, helemaal, doe ik wel. Ik wil dat wel weten. Ja, oké. Dat zijn allemaal wel van die leuke dingetjes om te weten. Ja. Wat er ook dikwijls verteld wordt of over gepraat is BMI. Is dat nou hetzelfde wat jij bedoelt met die buikomvang? Of wat, is dan weer heel iets anders? Kijk, BMI, dat is Body Mass Index. Dat zegt iets over je lichaamsgewicht en je lengte. Maar stel dat iemand zwaar weegt doordat hij heel veel spieren heeft, dan heeft hij een hoog BMI. Of hij weegt zwaarder dat hij heel veel vet heeft. Dan heeft hij ook een hoog BMI en ze hebben hetzelfde gewicht. Maar die eerste is toch gewoon gezond. Dus een topsporter die kan best wel een relatief hoog BMI. BMI is voor iemand die niet sport, gewoon als hij binnenkomt, is de eerste indicatie van je hebt een BMI van boven 25. Het zou wel eens kunnen dat je te zwaar bent. Maar je moet eigenlijk vetpercentage bepalen om er zeker van te zijn. Nou. En het vetpercentage, hoeveel, zijn daar ook standaarden voor dat je zegt van nou dat mag zo zijn, of dat mag zo zijn. Een vrouw van jouw leeftijd bijvoorbeeld, mag voor 1/3 uit vet bestaan. 1/3 uit vet? Je mag een vetpercentage hebben van een goede 30%. Dus daar sta je van te kijken. En een man... Ik zit erboven, hoort dat weet 10% ik. Minder te hebben. 10% minder? Oh. Een man hoort rond de 20% vet te hebben. En een jonge man eigenlijk, bijvoorbeeld als je hier in het eerste van MEP traint, die heb ik ook ooit gemeten, dan hoor je rond de 10% te zitten. Ja. 10% vet. Als je echt, dat is dus echt spieren een goede dan, sporter dan, bent. Dan zie je geen vet meer zitten. Nee. Dat zijn mensen, die zijn eigenlijk afgetraind. Vet is al last. Het is niet nodig voor je gezondheid om meer dan een bepaald percentage te hebben. Ja. Ja, dat snap ik. Oké. Ook galijnen dan. Nou, vooruit. Bedankt. Gaan we trainen. Het is wel leuk dat mensen daar bewust van worden. Hè? Klopt, Hoe kom je er nou achter hoeveel vetpercentage dat je hebt? Hoe weet je dat dan? Nou ja, er zijn een aantal instrumenten zeg maar, op de markt. Om precies te weten, gaan ze iemand in water onderdompelen en zo. En dan gaan ze die massa helemaal berekenen. Maar dat doe je natuurlijk niet. Dan heb je die independentieweegschalen, dus die ken je ook wel met die ijzeren plaatjes erop. En die sturen een signaaltje, een stroompje als het ware door je lichaam en meten de weerstand. Maar de nauwkeurigheid laat helaas vaak te wensen over. En dus we hebben nog als laatste de huidplooi meten. En dan meten we op een aantal plaatsen gewoon de plooi van je huid, dus het vet en die millimeters opgeteld. Staan in een tabel en dat komt redelijk goed over. Ja, want dus net zoals wat de meeste mensen hebben, is zo'n weegschaal dan. Ja. Dat is niet helemaal. Dus nee, dat kan misschien wel minder zijn als dan. Je dat twee wie weet. Als staan, heb je al een procentverschil of zo. Oké. Die zijn niet zo nauwkeurig. Nee, maar het geeft natuurlijk wel iets aan. Maar het geeft Maar als je altijd dezelfde zoon, dezelfde weegschaal en zo, dan heb je wel een indicatie van er is wat eraf. Dus, ja. God, er zit nog een heel theorie achter, hè? Ja. Maar ook voor ons veel veranderingen. Want mensen zijn ook veel geschoolder in voeding. Sommigen natuurlijk helemaal niet zo goed. Ja. Maar die denken het heel goed te doen. Die moet je ook weer resetten. Dus eigenlijk reset je eerst iemand en dan gaat ze een beetje afvallen door iets minder calorieën. Ja. Maar herlijnen en zo, dat is allemaal gewoon niet goed. Nee, want net zoals een vetpercentage, dat is een combinatie met anders eten en trainen. Ja. Het is niet zoals mensen zeggen, BMI is te zwaar of te hoog en mijn vet is te hoog, ik ga nu anders eten, dan gaat dat ook naar beneden, toch? Ja, dan gaat want dan je dus... verbrand je toch je vet. Je kunt slank blijven alleen met voeding, dus bewegen heeft meer gezondheidseffecten. Maar waarom? Waarom heeft de beweging meer gezondheids... Ja, omdat je dus je cardiovasculaire systeem weet, had je hart en bloedsomloop, wordt er bewegen, de sterkte van je botten, je hormoonhuishouding, een hele hoop dingen worden door bewegen en trainen. Gestimuleerd. Ja, precies. En hoezo de botten? Want daar ben ik toch wel eens benieuwd naar, want ik kan me voorstellen,
je hart en je bloedsomloop. Een systeem wat niet belast wordt, ja. Ja, moet je zeggen, we hadden het over die ruimtevaart, ja. Die wordt niet belast. Dat systeem loopt helemaal terug. Maar ook de botten zelfs dan? Ja, alles. Oh. Ja, heel erg. Ja. Gewrichten, botten, spieren natuurlijk. Ja. Ja. En belasten is echt, echt kracht op. Kracht, ja. 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 En net zoals bijvoorbeeld over die botten, hè? Ja, ik hoor dan wel eens botontkalking. Ja. Is de, heeft dat ook mee te maken als je veel beweegt, dat dat ook minder is? Of ja, zeg je heel nee? Duidelijk, ja, ja, toch? Dat is heel duidelijk. Ja. Want mensen zeggen, oh god, ik moet vitamine D gaan slikken. En ook. Ja. Ook, ja. Ja. Oh, ja. Calcium, vitamine D en beweging. Want, maar als je je botten traint, zeg maar, doordat je dus weerstandtraining doet, en je hebt geen vitamine D en calcium om ze te voeden, dan zou het ook niet werken. Nee. Dan zouden de mensen dat in de zomer zeker wel voldoende, maar in de winter extra D. Het is wel leuk hoe jullie in het leven staan. Wel heel bewust met alles, hè? Ja. Jullie kinderen ook? Ja. Ja, die kunnen ook niet anders. Ze zijn nog erger. Ja? Ze zijn wel sterker, zou ik maar noemen. Het is natuurlijk niet erg, maar ja die zijn echt... heel, heel bewust daarmee bezig. Want jullie kunnen nog wel eens een keer losgaan. Wij zijn niet aan het lijnen. Wij zijn op gewicht, hè? Gewoon altijd op gewicht gebleven. Ja. En natuurlijk in je overgang komen er 6-7 kilo zomaar aan. En dat hoorde ik ook altijd in mijn les. En dan dacht ik, hè? En dan gebeurt het aan mij ook. En dan denk ik, nou moet ik even iets harder opletten en harder werk. Dus snap je, het is niet van wij zijn altijd aan het lijnen. Wij vinden sporten leuk. Een ander vindt hardlopen leuk. Ieder doet zijn ding. Sommigen vinden bewegen helemaal niet leuk. En die zijn meestal ook te zwaar. Dus daar zit het dat wel. Overdragen. Ja. Dat is eigenlijk een beetje onze missie. Zo ja, dat is ook wel leuk. Ja. Want ik hoorde nou ook dat jullie in een bos zijn begonnen. Ja. Toch? Sinds een jaar nu. Een jaar. Ja. En dan denk ik, toen ik dat hoorde. Het is toch nog allemaal een beetje crisis. En daar, die familie Schelkes, die gaat gewoon weer naar Den Bosch en die zet daar, huppakee, midden in het centrum. Is het een ander publiek, Den Bosch? Bossenaar is wel anders toch dan de Bosselaar, ja. Allebei wel. Maar het is allebei, ja. Anders, ja. Maar goed, hè? Ja. Het is wat het is, toch? Ja, het is wat het is. Ja, het is ook leuk, ja. Het zijn maar gemiddelden, ja. Waar halen jullie die energie vandaan? Het geeft energie, hè? Ja, je krijgt er je krijgt energie eruit. Je krijgt een kick als het loopt. Ja. Ja. Maar om jou heel de tijd zo op te pimpen, om weer te zeggen, we hebben natuurlijk ons hele leven op de werkvloer staan. En dat doen we nu nog steeds, want wij zijn echt mensen die ook op de werkvloer willen zijn met klanten. Ja. Eigenlijk nu pas sinds een jaar, of zeker sinds Den Bosch, ga je meer in businessclubjes en dat soort dingen. En steeds meer beurzen bezoeken of andere sportcentra. Maar vroeger eigenlijk waren we alleen maar in onszelf bezig, zeg maar, met eigen sporten en zo. En nou ga je meer naar buiten. En eigenlijk heeft er weer nieuwe energie. Ja, en het is ook een andere weg, hè? Het is ook wel weer leuk om eens te doen, hè? Ja, kijk, hier kent iedereen je en weten ze, we gaan nou meedoen met Jesus Christ, hè? Want dat is natuurlijk mijn andere kant, hè? Buiten doe ik heel veel choreografieën buiten het TIGA. En bij de gemeente Den Bosch heb ik een heel jaar een musical, doe ik dan de dans voor met personeel bij de gemeente werk, dus dat is ook weer netwerk. En dan gaan ze theater een voorstelling doen. Dus die kant, dat maakt het ook heel leuk. Als jij dan zegt, goh, dan moet je weer opkrikken, dat hebben wij eigenlijk niet. Nee. Maar iedere dag is ook anders bij jullie. Als ik alleen maar les zou geven, en hoe leuk dat ook is, dan zou je wel... Beginnen denk ik, heb vandaag zelf geen zin. Nou, geen zin in een pilateslesje. Ja. Maar doordat je dat ook allemaal al een beetje hebt verdeeld en onderverdeeld via weer bij jonge meiden. Ja. Ja. Blijven de wat ouderen graag bij mij en Jan heeft ook de ouderen. Ja, die ouderen van mij, Oudere groepen. Ik denk ook net 5 van boven de 80. Ja, de ouders is 88. 88. Ja. En wat doe je dan? Fitness op hun... 10 minuten houdingsoefeningen, eigenlijk staande oefeningen, een beetje flexibiliteit, lenigheid. En dan gaan ze een half uurtje op hun eigen niveau van trainen. Een enkele minuut de Milon, maar sommigen hebben gewoon een paar aantal fitnessoefeningen. En dan nemen ze weer een kwartiertje in de zaal voor core training, nemen we dat, buiten en rugspieren. En gaat dat nog op die leeftijd? Ja, dan denk ik, leuk dat je toch zit er ook een hoop. Dat het te lang zit. Want die horloges waarschuwen ook van wanneer je te lang zit. Ach, dus je hebt een horloge aan, er zit het programma op. Komt er in zo'n riedeltje dat je te lang zit? Als je langer dan een uur zit, dan
Heeft hij een... En heb jij daarop ingesteld of iets? Of dat is altijd. Echt? Waar? Ja, maar dat kan ook zonder geluid, hoor. Maar je voelt hem dan wel. Oh, mijn dochter is geland, zie ik nou. Oh, jij moet gaan. Ja. Zal ik ze gewoon vliegveld trouwen? Ja, helemaal goed, joh. Lukt ik vond het wel leuk. Ja, wij kwebbelen gewoon nou, even verder, ja. Hé, hey, bedankt voor het leuke gesprek. Hé. Hey. Bedankt, hè. Dat eventjes hier... Gem, we zijn nou saampjes. Samen, gezellig. We kunnen het even over andere dingen hebben. Wanneer kom jij tot rust? Ik kom tot rust in mijn mindfulness. Wat ik heel goed doe, zelf. Van Dimfri geleerd. Van Daisy. Van Daisy, en ja. Daisy is ook heel... die houdt ook wel wat contact met je, dat je het niet vergeet. Mm-hmm. Heel grappig is dat mijn kinderen, alle drie... Ik zeg al, die zijn natuurlijk heel gezond bezig... Maar ook wel eens te hoor, die zijn weer anders dan Jan en ik, maar wel ook met mindfulness. Terwijl ik het daar nooit met hun over heb gehad. Mm-hmm. Dus Matthijs bijvoorbeeld werkt bij Google in Dublin en dat is ook ontzettend hard werken. En zij leren daar mindfulness al op de werkvloer. Dus dat begint als je daar pas werkt met een uurtje per dag. Oh, ja, dat is echt heel mooi, want Nederland kan daar wel veel van leren. Okay, ja. He, de grote bedrijven, zeker omdat het uit Amerika komt, Google, want leggen ze uit, wat is dat meer. Leggen ze uit, wat is mindfulness? Mindfulness is gewoon stilstaan even een moment bij jezelf, voor mij. En een bewuster even iets drinken of bewuster even met jou praten. Ja, meer in het nu. In het nu. Wat is de werkelijkheid? In plaats van... Ja. Even pas op de plaats. Ja. Dat is mijn rust. Tweede is dat ik nu in Liemt woon en er altijd een dagdeel is dat ik lekker daar ben. Dus ik ben niet drie dagdelen aan het doorrennen, ook al werk je nog niet. En het wat ook heel rustgevend is, vind ik wandelen, waar ik net over had, gewoon andere dingen doen, even naar buiten. Ik geef in mijn les ook altijd een stukje meditatie mee, van ga even nou op de mat liggen, waar ik zelf ook altijd rustig van. Ja, want doe jij zelf mediteren thuis? Of? Ja, doen wij ook. We hebben in Boksel met de kinderen ook meditatie les gehad. Ja, doen we allemaal wel, heel lang hoor. Ja. We hadden het straks over die ouderen die hier aan het trainen waren met Jan, hè? Mensen die in de 80 al zijn. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die in de 70 zijn. Want wat zie jij nou bij die mensen? Staan die vol in het leven? Zijn dat mensen, wat je wel eens hoort, zijn dat oudere mensen zo vereenzamen? Merk jij dat ook? Ik heb wel het idee met mijn ouders vergeleken, die zijn natuurlijk overleden, maar is er wel veel meer vereenzaming dan... Mijn oma had bijvoorbeeld, want er waren altijd wel tantes die op haar letten toen ze alleen maar... Niet dat dat nu niet is, De familie was intenser, hè? Had meer contact met elkaar. Maar het is meer het moment dat ze juist nog goed zijn. Zoveel mensen, ik ben blij als ze hier komen, dat ze weten, boven de 70 kan ik ook nog hier gaan sporten. Want ze ontmoeten elkaar, ze spreken eens iets af. Dus onbewust leer je ze wel even een koffietje na het fitnessen. Ga even zitten met elkaar. Goh, heb jij vroeger ook getennist? Zullen we dat weer eens gaan doen? En dan moet je al lachen, want dan geef ik wel een les. Ja, ja, ja. Maar ze komen wel bij elkaar. Maar voor jongeren, net onder de 50, zie ik ook al geen baan meer. Hè? Ja. Dat is allemaal ineens weg. Oh, ik wil wel sporten, maar niet te duur. Dus doe maar één keer in de week. En voorzichtig dan aanschuiven. Is ze gewoon niet gewend. Altijd in haar werk gezeten, collega's gehad. Nou, dan ga je op kraamvisite. En ineens zit ze alleen en ik zie dat. Ik zie dat aan vrouwen van mijn eigen leeftijd ook. Dus dat ze vereenzamen of dat ze een klein wereldje hebben. Ze kijken anders, ze komen anders binnen. Toch wat banger in een les bijvoorbeeld. He, je moet ze echt aan de hand meenemen. Ja. Het is wel een verandering van... Van lessen, maar ook van de samenleving wat jij gaat zien. Ja. Ja, zeker. Ik denk boven de 50 dat je misschien zoiets moet hebben. Ik kan leuk als vrijwilligster. Hè? Dan bepaal je het zelf. Ja. Wat is jouw advies nou? Mijn advies is voor wel... Voor mensen die zo alleen zijn, die of een baan niet hebben of die gewoon... Aansluiten bij anderen, wat jij ook zei toen straks al. Ja, aansluiten met wandelen.
daar is een clubje. Mannen kunnen gaan biljarten bij een groepje. Ga inderdaad sporten en je lekker fit en gezond voelen. Want dan zit je ook al anders hierboven in elkaar. Ja, kom maar, onder de mensen. Kom onder de mensen. Ja, en want dan de mensen waar het heel goed mee gaat, kijk ook een beetje om je heen. Misschien is jouw buurvrouw wel. Ja. Misschien is jouw buurman die, waar jij helemaal niet van weet dat hij bij V&D werkt. Ja. Doe maar even. Ja. En er is natuurlijk ook weinig contact onder elkaar. Ja. Hè? Want mensen werken allemaal. Of ze zijn allemaal voor het oma's die op moeten passen voor de kleinkinderen. Ja. Hebben ook geen tijd voor hun eigen leven. Het is misschien ook wel een beetje een oproep van denk eens na, is dit wel wat ik wil? Want een oma is heel bijzonder voor een kind. Ja. Maar een oppasoma, daar wordt ook tegen gehuild en vervelend gedaan. Waarom? Die ziet ze 2 keer in de week al. Ja. En daar moet ze ook dat boterhammetje voor opeten. Ja. Terwijl, ik weet daar zoveel bij mijn eigen ouders hoe leuk het was toen kinderen kregen. Ook opa komt. Nou, en nou is het. Ook pap komt iets eerder, want ik moet een half uur eerder beginnen. Ja. Ik vind dat wel zo'n verandering. Ja, dat is een verandering. Ik weet, het is ook een stukje gemakzucht, hè? Ja. Van de vrouwen tegenwoordig, want sommigen moeten ook werken, want het leven is ook duur. Maar dan ook makkelijk zeggen, ik ga werken, ik krijg kinderen. Maar mijn vader en moeder voeden ze op. Hè? Ja. Zo is het tegenwoordig. Zo is het wel. Ja. Maar wat hebben zij dan nog aan eigen stukje leven? Ja. Hoe leuk is het niet om met vriendinnen? Die tijd is er ook minder. Ja. Leuke dingen te doen, lekker te gaan sporten. Ja. Oh, jij hebt nou minder tijd voor, hoor, want die kleintjes komen bij mij. Ja. Zeg, meid, maar je moet ook aan jezelf denken. Ja. Dat bedoel ik een beetje. Ja. Natuurlijk is het hartstikke leuk. En overdrijf ik dan misschien wel een beetje. Maar ik denk wel dat de toekomst daar verandering in gaat brengen. Dat denk ik ook. Ik denk wel dat de jongere vrouwen dat zien. En die zeggen, ja, ik heb keihard gewerkt. Het zijn jouw kinderen. In geval van nood ben ik er. Tuurlijk. Maar ik heb wel mijn eigen leven. Ja. He, dat zie je steeds meer komen. Ik denk zeker dat dat gaat veranderen. En je wil ook niet afhankelijk blijven van je ouders, hè, als jonger stel. Nee. Op een gegeven moment, dan gaat dat ook niet meer bij die ouders, val je als jongere ouders ook weer in een gat. Ja. En dat is ook de doelgroep die dus wat ongezonder leeft. Ja. Even gauw eens in de magnetron. Wat passiever. Dan komt dat cirkeltje weer terug. Ja. Eigenlijk moet ik sporten gaan, maar dat is echt, het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Mm-hmm. En als je dan zegt van, nou, als ik vrije tijd heb, ga ik nog leuke dingen doen. Ik moet ook tegen mezelf zeggen, oh, ik ga nou iets voor mezelf doen. Ja, ja, want Gem, ben je een huisvrouw? Nee. Nooit geweest? Nee. Nee, eigenlijk niet. Als ik zo direct. Ja, nee, het is wel leuk. Maar want jullie wonen mooi in Liemt, hebben een prachtig huis. Heel graag thuis, maar ik ben geen huisvrouw. Nee. Jij bent thuis om lekker te zitten. Want jij kookt en jij doet? Jan kookt. Hele goede kok. Ja. Hadden we ook nog kunnen beginnen samen, restaurantje. Oké. Okay. Ja, Janne kan heel goed koken en 2 kinderen ook van mij. Die zijn echt heel, echte koks. Je bent wel op een top zakenvrouw, hè? Dat die gedrevenheid, dat zakelijke, dat zit er wel in, hè? Ja. Ja, ja, dat weet je niet van jezelf. Nee, maar dat is ook prima, dat is ook leuk om te zien. Maar zijn er ook een bepaalde kanten van jou die wat, hoe moet ik het zeggen? Het is niet misselijk bedoeld, maar wat zachtere kanten. Want ik kan me voorstellen, als je zakelijk bent, dat je het, we gaan het zo doen. Hey, we proberen die bij mij binnen te halen. En ik denk dat je allemaal, als jij een zaak hebt of een goede baan, een pittige baan, dat is dan je gezicht. Hè? Als je nou ziet hoe het 10 jaar geleden was, was het eigenlijk allemaal veel gemoedelijker. Jij nam een vriendinnetje mee, die kwam ook een paar keer proberen. Dat kan allemaal niet. Nee. Plus, ik heb een open dag, mensen komen helemaal niet op een open dag. Oh nee? Dat is ook voorbij. Er zijn wel dingen daarin veranderd. Misschien ben ik daardoor, lijk ik wel wat zakelijk. Ja, ik ben natuurlijk wel zakelijk in het ondernemen. En ik neem ondernemers ook mee onder mijn vleugels. Ja. Zo van, en zeker vrouwen. Van 30 van, maar je moet even 7 dagen werken. Maar dan heb je dadelijk misschien een leuke tent opgebouwd. Je moet ze ook wel leren. Ja. En ondernemen is heel leuk. Maar daarnaast vind ik heel veel andere dingen ook heel leuk. Wat ik nou net zeg over. Zoals? Heel veel dingen organiseren. En zaken samenbrengen. Dus een modezaak met een schoenenzaak, zullen we iets gaan doen. Net zoals nou de lifestyle events in Boxen. Ja. Leuk is dat niet. Ja. Hè? Ja. En
ook samenwerken, leren samenwerken. En niet alleen een toko hebt en het gaat niet meer goed en het gaat dicht. Ja. Maar ga de dingen met elkaar doen. Ja. En dat doe ik. Ik dat heb dus heel veel leden. Dus ja. Al mijn leden wil ik ook bij een leuke modezaak in Boksel naar binnen brengen. Ja. Dus hoe gaan we dat doen? Ja. Dat doe ik veel. Ja. Ik vind het heel leuk, als ik nou terugkijk die laatste 25 jaar in Boksel echt, dat ik altijd die charities deed voor Paula van der Dom. Ja. Heel veel geld opgehaald, echt tonnen. Samen met Arjen Witteveen. Nou zitten we alweer samen van, zullen we iets voor de voedselbank doen in december? Dat vind ik ook leuk. Ja. Dat vind ik gewoon, dat is mijn andere kant. Ja, en dat is eigenlijk van... Het vrijwillige, het medeleven wat jij hebt. Ja, van een sponsorloop organiseren bij een tsunami. Hè? Daarna meteen geld ophalen. Maar omdat je veel leden hebt, haal je ook veel binnen. Ik hoor je nou heel de tijd leden zeggen. Maar hoezo leden? We noemen het leden, anders wordt het klanten. Ja. Maar iemand heeft een lidmaatschap. Okay. En je bent een lid van een tennisclub of van een golfclub of van een fitnessclub. En een klant is meer iemand die ergens iets koopt. Ja, en dus weg is, ja. Dus wij hebben het altijd overleden. Oké. Okay. Meestal wel, okay. Ja. Oké. Okay. Gemmy, wat is nog speciale toekomstplannen? Heb je die nog? Ja, ja, die hebben we natuurlijk ook wel. Nou, ik vind het leuk dat wij als dadelijk zestiger, hè, Jan dit jaar, ik volgend jaar, dit nog heel lang blijven doen. Dat is misschien voor sommige mensen vreemd, maar als je daarin zit en beweegt, dan wil je dat ook blijven doen. Dus zo'n bedrijf stopt niet naar 65, 67, maar wat ik, het weekend waren wij in Wenen. En toen hadden we ook oudere stellen daar met een Milan Club. Ouder dan wij, een jaar of 10 ouder. Ja. Die werkte ook nog gewoon 70. En die werden heel avontuurlijk. Dus die gingen samen nog backpacken. En die gingen samen nog... Dat denk ik dat Jan en ik gaan doen. Ja. Dat we gewoon even door al die werkjaren wel dit nog blijven doen. Maar dat we gewoon zeggen, nou gaan we even maand, rugzak. We gaan dus heel basic. Dat is eigenlijk heel een kans van ons die we wel hebben, maar die we nooit hebben gedaan. Ja. Nooit iets mee hebben gedaan. Ja. Dat zou ik wel heel leuk vinden. En het blijven volgen in de fitnessbranche, dus iets gespecialiseerder nog. Ja. Maar daarnaast niet alleen maar daarmee bezig zijn. Dat denk ik wel dat wij te veel zijn. Dus ja. Dat was heel leuk het weekend. En oh, maar we gaan ook zoiets doen. Dan gaan we even 6 weken naar Frankrijk. Maar dacht je, dat kunnen huis opknappen. Dat kunnen wij ook gaan doen. Ja, ja, ja. Dus we hebben echt nog wel dingen dat we zeggen, leuk. Die zouden we ook nog wel willen doen. Nou, dat zou ook wel heel leuk zijn. Ja. Ja. Hebben jullie ook verdiend na al die jaren hard werken? Maar dat doen we toch eventjes. Helemaal zin in. Ja, ja, ja. Komt goed, ja. Ja. Gem, ik ga jou bedanken. Jan is al weg, die is jouw dochter ophalen. Ja, ja, ja. En dus ik bedank jou voor dit mooie gesprek. Ik vond het kei leuk om naar jou. Ik vond het ook heel gezellig. Ja, en ik vond het ook heel leuk om naar jouw wilde verhalen en jouw gedrevenheid te luisteren. Ik wens jou nog heel veel geluk en mooie jaren. En ik hoop dat jullie nog een keer goed met de rugzak de wijde wereld in kunnen. De wijde wereld in. Nou, jij ook bedankt. Dank je wel. Thank you.